mensen, wij zijn nu op het vliegveld en wij gaan onderweg naar Kreta! Hé jongens, onthoud dit. Hop, hop, hop. Het zal eerst heel slecht weer worden, maar de zon schijnt. Ja, het is zo lekker wit hier. Heerlijk. Hop, hop, hop. Oké, dus outfit showen. Dit is het mooie blusje van Grimbergen, gekocht op de rommelmarkt of zo. Met zijn afritsbroek. En met deze mooie tas. Afritsbroeken. Altijd handig. Niet doen. We zijn nu de haven van Creta, toch? Creta. Het zijn twee van de tweede schip van de week erop zitten. Zometeen gaan we de rest van de series doen van die schip. En dan denk ik dat het wel klaar zijn. En dan moet jij ophangen, ja? En actie! We hebben misschien wel nieuws wat je op zou Goedemorgen. Oké, jongens. Het is veel te vroeg. Ja. Het is 7:15. Wij gaan vandaag weer draaien in het startje. Wat gaan we nog meer doen? Ik hoop dat we gaan zwemmen. Slap ze. Zij hebben al één zender op staan en we draaien nu alleen met mij en Sterren. Sterren. Oh ja, nee, want wij zijn er niet bij. Nee. Ja, jullie zijn er niet bij. Er wordt niet geregisseerd, het wordt niet gedraaid, er is geen geluid. Nee hoor, jullie met z'n tweeën. Succes meiden, hi hi. Wat doe jij? Het is wel een beetje moeilijk om op te nemen, het is heel druk. Zoals je kan horen. We gaan hard. Ik ben mijn tekst aan het leren, dus ja, dan moeten we wel wat doen. Doei! Beetje slecht nieuws. Vincent die heeft waarschijnlijk iets van heel slecht gegeten. Voedselvergiftiging denken we eigenlijk. Ja, dat denken we, want hij is ziek en hij loopt best wel vaak over te geven. Maar hij kan helemaal niks aan doen. Het is ook wel heel rustig ineens. Maar niet leuk rustig. Nee. Dus we moeten het eventjes zonder hem doen. Vince, als je kijkt. We love you bro, we love you. You do it well. En wacht wel ietsje sneller, kom op, bel even waar ze is. Ik kom uit mijn mond. Vraag je jongens, wat vinden jullie van zijn kleren? Je kunt er weer zoiets maken voor deze trip, ja? Dus hop, hop, hop. Goedenavond. Hallo. Hallo. Vandaag was het een rommelige dag. Ja. Wat vooral heel erg opviel was dat het alles fout ging. We moesten vandaag heel veel scènes doen. Vincent was dus ziek. Even denken nog meer. Mijn telefoon was vergeten. We moesten een videobericht krijgen van Joy. Die was maar er die niet. Maar die hadden we nog niet. We moesten draaien, waren de kinderen aan het schreeuwen. Dus gingen we een andere scène snel draaien. Toen waren, was er een boor aan het drillen. En was de boor eindelijk stil, kwam er een straaljagers over. Ze konden het ook niet opnemen. Het was heel veel aan de hand. Maar voor de rest ging het gewoon allemaal goed. Zo lekker. Sorry, zomaar. I'm in the pizza, have a little. Hallo jongens en meisjes. Het is weer lekker vroeg. Ik ben weer een stuk beter. Ik heb alleen nog een beetje hoofdpijn omdat ik gisteren helemaal niks heb gedronken of gegeten. Maar ik ben vandaag weer lekker mee en we zijn nu bij een oud verlies. Ja, we gaan hier opnemen. Noli. Ja. Hè? Kijk dan. Wat een gezelligheid. Kijk dan. We kunnen niet meer verder rijden, want het regent te hard. En het was er echt een enorme stroming naar beneden. Allemaal modder. Allemaal stroom. We gingen door het water rijden. Ja, het is lekker weer in principe. Ja, het is lekker. Ja, slecht. Ja, dat is. We hebben mijn telefoon vergeten, kunnen we terug? We zijn bij een terras. Een scènetje draaien bij het terras. Vlak voor de zee. Alleen moet ik jullie vertellen hoe het zit met Ramzi. Hij is een beetje chagrijnig op de rest van de groep. Nola, Bo en Jesse, omdat ze hebben hem de maling genomen. Hij is chagrijnig. Hij is niet tevreden. En jullie komen in de aflevering achter waarom. Nou, we hebben echt een hele lange dag gehad. Het is nu al 6:10. En we moeten nu nog een scène. En ik heb honger. En ik ben moe. En ik wil nog een jacuzzi. Nou jongens, het was mijn reactie wel, hè? Hé? Oh, nee.
got it. De bom. Draaien. Ja. Dit is wat je moet doen als je moet nog keren. Ik ga er even een shotje van maken. Kijk, af. Hallo, man. Hey, vandaag is het de laatste vrijdag. Jullie weten wel dat Ramsey een beetje bootangst heeft. Dus hij gaat niet het water in ieder geval. Maar, het is een voordeel van mij, want het is echt slecht weer. En Jesse moet er wel in. We gaan het over hebben voor de brugklas. Precies. Wij moesten de Seine rijden, maar Vincent en ik moesten heel in het water liggen. Dus we hebben een half uur, drie kwartier in het water gelegen. En alleen maar trappen het heel koud. En nu wordt niet meer warm, dus sta ik voor de verwarming mijn kont om warm te worden. King of the world, man. Kijk naar het prachtige uitzicht. Het was best wel een heftige scène, maar wel heel erg leuk om te doen. We gaan nu naar het hotel om de laatste scène op te nemen. Wees lunchje, van allemaal in de achtergrond. What you doing? Een beetje regen. Een beetje regen, ja, daar ben ik goed voor. Dat is het enige wat ik hier doe. Ja jongens, niet schrikken. Grimberg is taking over de vlogs van Brugklas. Want ik ben namelijk al klaar met de opnames van seizoen 6. Zij zijn nog bezig. De hint is dat deze scène zich afspeelt bij het zwembad en dat iedereen niet op de hoogte is. Denk daar maar eens over. Actie. Ja, jij laat het Nola tegen Grimberg vertellen. Moet je zelf het lef niet voor hebben. Oh ja? Heb ik geen lef? Actie. Heb jij nog wat gezegd? Ik wil het niet met verraten maken. Mijn oom is al lang door dat er iets aan de hand was. Nog een keer? Hij had het niet met verraten maken. Allemaal al lang door dat er iets aan de hand was. Je moet het niet doen met de liggen. Meisjes, alle afleveringen van seizoen 6 staan er alweer op. Ja, maar online gaan we natuurlijk nog verder, dus vergeet ons niet te volgen op YouTube, Instagram en Snapchat. Bedankt voor het kijken en iedere schooldag om 6 uur zijn we opzet. En tot snel de volgende video. Doei! Doei.